als je iemand fysiek pijn brengt, dan staat er in het wetboek van strafrecht dat je de gevangenis in moet. Maar als je iemand met woorden heel veel pijn aandoet, ja, dan staat daar eigenlijk niet een straf op. Er zijn slechts een paar uitzonderingen. Ja, en dan denk ik van, kunnen we alsjeblieft gewoon een beetje normaal doen met elkaar. Een hele goede middag. Welkom aan u, Christophe Mermaat. Fijn dat u er bent. En welkom jullie hier allemaal, officieel dit keer, bij dit nationaal gesprek over vrijheid. Dat zijn gesprekken die we speciaal organiseren door het hele land heen met mbo'ers en politici en bestuurders. Zodat die eindelijk een keer met elkaar in gesprek kunnen. Want dat gebeurt eigenlijk veel te weinig. En heel fijn dat iedereen hier aanwezig is. En ook heel fijn dat wij hier mogen zijn vanuit Amsterdam. Want wij organiseren dit soort gesprekken in de Bali eigenlijk elke avond. En vaak over politiek, over vrijheid soms ook wel. Ook over gezondheid, over films, over van alles. En dan zit er een hele tribune vol met mensen. En die krijgen pas aan het einde van de avond vaak de kans om hun vraag te stellen. En het leuke aan dit gesprek specifiek vind ik dat het idee er natuurlijk van is dat jullie je van tevoren hebben ingelezen in het onderwerp. Misschien zijn jullie er al mee bezig sowieso in de klas. En jullie hebben zelf nagedacht over vragen die jullie vervolgens kunnen stellen. En daadwerkelijk in gesprek kunnen met elkaar. Dat maakt het ook ontzettend bijzonder. Vandaag gaan we het hebben over vrijheid. En wat vrijheid betekent voor jullie. Of we er veel of dat we er misschien wel weinig van hebben in sommige gevallen. En meteen om eventjes van jullie te horen. Wie, eigenlijk wil ik handen graag zien. Hand omhoog graag als je zegt, ja, ik heb veel vrijheid. Ja, ik hoorde al een goede vraag. Ik ga heel eventjes daar naartoe. Ja, je hebt veel vrijheid? Ja, denk het wel. Waar denk je aan als je denkt aan vrijheid? Nou ja, je hebt natuurlijk gewoon veel vrije tijd buiten school en werk en zo. Dus ja, dat eigenlijk. Fijn, veel vrijheid buiten school. Wie stak nog meer zijn hand op? Veel vrijheid? Iemand hier aan het gangpad? Zometeen gaan we even een andere microfoon rondgeven. Ja, hier ging er ook in omhoog. Veel vrijheid heb je. Ja, zeker. Wat betekent vrijheid voor jou? Ja, dat ik gewoon de deur uit kan en kan doen wat ik wil. Ik kan een biertje halen bij de appie of ik kan lekker op de grond gaan liggen op de straat. Ja, ja, dat lijkt me heel mooi. Dat lijkt me zeker onderdeel van vrijheid inderdaad. En wie van jullie denkt misschien, nou, soms voel ik me niet zo heel vrij. Dat komt ook wel eens voor. Mag ik daar handen van zien? Wie voelt zich af en toe niet vrij? Voelt iedereen zich hier altijd helemaal vrij? Ja, dat is heel goed nieuws. Daar gaan we zo meteen misschien nog op terugkomen. We gaan vandaag met een bijzondere gast in gesprek. Hij heeft aankomend uur voor jullie uitgerekt. En jullie hebben aankomend uur voor hem uitgerekt. Ik vraag hem heel graag naar voren. Geef hem een warm applaus. Christophe van der Maat. Welkom. Blijf er nog even naast staan. We gaan nog heel even 1 seconde blijven staan. Namelijk, ontzettend fijn dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Ik heb nog nooit een applaus gekregen. Dus sinds ik staatssecretaris ben. Maar dat doen ze hier speciaal. Ja, en voordat je iets gaat zeggen al. Dus, ja. Ja, precies. Ja. En ik kan je natuurlijk zelf introduceren. Maar ik weet dat jullie je hebben verdiept in Christophe van der Maat. Dus ik was wel heel erg benieuwd om hier eventjes te beginnen. Studeerde hij economie of rechten? Ik zou het echt niet weten als ik eerlijk ben. Ja, mag jij het goede antwoord geven? Mag ik jij zeggen trouwens? Ja, alsjeblieft wel. Oké, dan mag jij het goede antwoord geven. Rechten en bestuurskunde. En komt hij uit Noord-Holland of Brabant? Ja, dat is een inkoppertje. Ik kan wel even praten, zodat je het hoort. Ik zal iets met een G zeggen. Ik zeg Brabant, weet ik. Ja, er werd een hint gegeven ook, hoorde ik daar vanaf het podium. En voordat hij staatssecretaris van Defensie was, heeft hij in het leger gezeten? Ja of nee? Nee. Hij heeft niet in het leger gezeten, wordt hier gezegd. Klopt. Hoe kun je dan toch staatssecretaris worden? Hè? En bovenal is Christophe van der Maat dus staatssecretaris van Defensie en VVD-politicus.
Christophe, wat verwacht jij van vandaag? Wat hoop jij van vandaag? Veel scherpe, ontregelende vragen. Jullie zijn gewaarschuwd. Scherpe, ontregelende vragen, daar hopen we natuurlijk op. Dat lijkt me een heel mooi doel. Wij zijn ook wel heel benieuwd, geloof je ook, naar wie er hier dan in de zaal zit. Dus nu wil ik graag weer handen zien. Wie wil er later bij Defensie? Dit zijn mensen die het allemaal al vrij zeker weten. Ik kom heel eventjes naar jou toe. Jij wil later bij Defensie? Ja. Dat weet je al helemaal zeker? Ja, dat weet ik zeker. En waarom? Het avontuur. Op uitzending gaan lijkt me juist ook het mooie aan Defensie. Want je bent op avontuur, je bent met elkaar. Super. Zijn er ook mensen die al zeker weten, nee bedankt, Defensie, niks voor mij? Daar gaan handen weer omhoog. Wacht heel even. Die mogen nu de zaal verlaten. Mag jij eventjes zeggen wat jij denkt? Ik ben niet echt van de uitzending en ik hou het liever binnen het land. Ja, dan moeten we nog even hebben over het brede palet van mogelijkheden bij Defensie. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. En we zitten hier met twee verschillende soorten richtingen in de zaal. Mag jij eventjes herhalen van welke opleiding hier zit? Voor de beveiliging. En welke specifieke richting? Richting de oriëntatie aan politie. Oriëntatie politie. En dan zaten daar nog een hele bubs. Ik zag ze daar die een andere oriëntatie hadden. Ja. Bij de Marische Zee. Richting de Marechaussee. Dus we zitten hier goed gematcht met een staatssecretaris van Defensie en jullie van het Zadkine College, de veiligheids. Veiligheidsacademie. Je zat in de categorie nee, niet bij Defensie, maar je zegt Marechaussee. Oh, gelukkig. Ik dacht, nee, anders moeten we meteen één misverstand uit de wereld hebben. Dat een geweldige Marechaussee onderdeel is van Defensie. Heb jij nog een laatste vraag voordat wij gaan beginnen? Nee, laten we maar beginnen. Oké, voordat we naar jullie vragen gaan, welkom, ga lekker zitten. Voordat we naar jullie vragen gaan, ga ik eerst 10 minuten het spits afbijten met vragen die ik heb voorbereid. En daarna gaan we naar jullie vragen toe. Als je vragen hebt, denk vooral mee, dan komen we vanzelf bij jullie vragen. Die jullie misschien nu tijdens het gesprek bedenken. Oké. Ga lekker zitten. Ja, ik denk dat het belangrijkste wat ik als eerste dag toen ik hoorde Christophe van der Maat, staatssecretaris van Defensie. Wat is Defensie precies? Ik denk aan het leger, maar wat betekent Defensie precies voor jou? Ik denk dat als je naar de filmpjes van Defensie kijkt, die sluiten altijd af, volgens mij altijd af met de titel beschermen van wat ons dierbaar is. En dat is niet voor niks, dat bekt niet alleen goed, dat is ook gewoon ons bestaansrecht. Defensie is een club, het is de grootste werkgever. Een van de grootste werkgevers, ik denk de grootste werkgever, zeker als we straks die groei hebben doorgemaakt. Grootste werkgever van Nederland. Bestaat ongeveer uit 40.000 mensen die militair zijn, in pak. Ja. Ongeveer 8.000 tot 10.000 mensen die reservist zijn, ook in pak. Maar die hebben wat is een reservist precies? Die hebben een andere baan, dus je bent gewoon whatever. Plus je bent deeltijd militair eigenlijk. En dan hebben we nog zo'n 20.000 mensen die ook bij Defensie werken, maar gewoon in normale kleren voor Defensie werken. En dan merkte ik net al de vraag door een van jullie zei van nou, ik hou het liever binnen het land, Defensie lijkt me niks. Maar waar hebben we het dan alleen over leger dingen en als we het hebben over beschermen wat ons dierbaar is, dat staat in onze grondwet, dat we eigenlijk drie kerntaken hebben. Ja, maar wat voor concrete functies? Waar moet ik aan denken? Functies. Wat voor werk? Ja. Van alles. Van wat je ziet op de filmpjes. Dus vooraan in het veld liggen. En samen met mannen en vrouwen de wereld overtrekken. Om opdrachten uit te voeren. Om Nederland of anderen veilig te houden. Maar ook gewoon, als je heel goed bent in computeren. Dan hebben wij gewoon trajecten voor cyber trajecten. Dus als je gewoon heel goed bent in digitalisering. Of wij hebben drones over de hele wereld. Nou, we hebben er 4 en er komen er nog 4 bij. Maar we hebben van die drones, van die hele grote onbemande vliegtuigen. Die maken overal beelden. En die beelden moeten geanalyseerd worden. Dus van alles. Van beveiliging op heel veel vliegvelden. Ja. Beveiliging van Schiphol. Tot en met technici die onze boten, onze vliegtuigen moeten. Eigenlijk zo'n beetje alles. En dat is ook. Defensie heeft heel veel in zichzelf. Dus we hebben heel veel zorgpersoneel. We hebben heel veel technici.
We hebben heel veel mensen die goed zijn met computer, ja. Enzovoort, enzovoort. Ja, een hele hoop. En als staatssecretaris van Defensie, wat doet een staatssecretaris? Dat vind ik altijd best wel een lastig te begrijpen functie. Ja, is het ook, denk ik. Ja, wat doet de staatssecretaris? Heel veel lezen. En daarna, als je dat allemaal gelezen hebt, wat doe je daar dan mee? Ik neem de eindbeslissingen over alles wat met ons personeel te maken heeft. Dus die 68.000 mensen. Alles wat met ons materieel te maken heeft. Dus al onze boten, onze vliegtuigen enzovoort. Alles wat met de IT te maken heeft. En dat Defensie is steeds meer een IT-bedrijf ook. Het is mijn verantwoordelijkheid. Dat is ook het verschil tussen mij en de minister. Minister Kajsa Ollongren. Zij is eindverantwoordelijk voor het geheel. Ja. Want zij is ook weer een soort van mijn baas als het erop aan zou komen. Maar ik ben gewoon volledig zelf verantwoordelijk voor mijn dingen. Ik moet ervoor zorgen dat het leger klaar staat. Dus dat alles het doet. En dat we voldoende munitie hebben en we voldoende mensen hebben. Ja. En Kajsa, de minister, is verantwoordelijk voor dat ze het kan inzetten. Ja. Nou, dat is nu wel een, tenminste als ik het nieuws een beetje moet geloven en moet volgen, dan is het leger klaarzetten best wel een grote taak. Je bent verantwoordelijk voor het werven van mensen die willen werken bij Defensie. Maar de afgelopen jaren heeft Defensie, nou, stond vooral een beetje bekend als een plek waar je eigenlijk niet wil werken en waar je niet wil blijven werken. Zijn er al dingen waarvan jij denkt, hey, dit ga ik specifiek de aankomende jaren doen, waardoor ik er wel voor ga zorgen dat mensen hier willen werken en blijven werken? Nou, ik denk dat er heel veel mensen zijn die bij ons willen werken, want we hebben gewoon een instroom van 4000 mensen. Het probleem was alleen dat we ook een uitstroom van 4000 mensen hadden. Die gingen allemaal weg? Ja, die gingen weg. En dat had ermee te maken dat je onder andere te weinig verdiende. Nou, dus daarom hebben wij nu ervoor gezorgd dat, nou, bijna nu, we hebben een akkoord bereikt met de bonden. En als alle leden van de bonden dat goed vinden, dan hebben we voor de zomer een deal. En dat betekent dat het salaris omhoog gaat. Maar het salaris is niet hetgeen waarom je bij Defensie komt werken. Dat moet gewoon in orde zijn, maar het is niet de reden waarom je komt. Waarom kom je bij Defensie werken? Omdat je een bijdrage wil leveren aan de samenleving. Omdat het heel gaaf werk is. Kijk, er is niemand, ik heb een keer gezegd, wij hebben eigenlijk wel een monopolie op gaaf werk. Want er is maar één leger. Ja. Het is niet zo, wij hebben ook geen private organisaties waarin je ook oorlog mag voeren. Nee, dat recht hebben wij namens de staat. Wij zijn de zwaardmacht van het Koninkrijk der Nederlanden. En als je daar onderdeel van mag zijn, ja, dan mag je dus ook dingen die je op andere plekken niet mag. Bij ons mag/moet je kunnen hacken. Ja, als je dat gewoon thuis op je zolderkamer doet, dan ga je de gevangenis in. Ja. Dus het werk wat wij hebben is echt ander type werk als dat je gewoon in de burgermaatschappij kunt doen. Daarom zijn we gewoon een beetje een gekke club. En zodra je erbij hoort, ga je ervan houden. Een andere is, we hebben een geweldig carrièrepotentieel. Omdat we gewoon zoveel verschillende opleidingen hebben. Je wordt permanent opgeleid, maar ook heel veel verschillende plekken waar je gewoon je talenten in kwijt kunt. Alleen wat ik er tegelijkertijd bij moet zeggen, de reden waarom er 4000 mensen uitgaan, heeft er ook mee te maken dat de belofte die ik nou een beetje richting die jonge mensen uitspreek, die wij te bieden hebben, dat we die nog niet altijd helemaal waarmaken. En de reden daarvoor is dat we te weinig geld hadden. Ja. Okay. We hadden gewoon te weinig geld. En, met geld erbij is het opgelost? Nee, maar gaan we het oplossen? Wat gaat er dan bij? We gaan heel veel kogels kopen, waardoor de mensen meer kunnen trainen. We gaan meer mensen aan ons verbinden, zodat ze beter kunnen worden opgeleid. Ja. We gaan ervoor zorgen dat er veel meer collega's. Ja, ik blijf net zo lang raad dat het is helemaal goed. Hoor. Ik ga je onderbreken namelijk, want ik weet dat, dat een van de dingen, hè, mocht nou niet het helemaal stormlopen en iedereen denken, nou, ik ga voor Defensie werken. Een van de dingen waarvan je denkt, hey, dit is een goed plan, is toch maar weer de dienstplicht misschien een nieuwe kans geven. Want momenteel is het in Nederland, ik heb het even opgezocht op de website, en daar staat, er is nog wel een dienstplicht, maar Defensie roept mensen niet meer op. En jij zegt, het is eigenlijk wel een goed idee als we mensen ook daadwerkelijk weer gaan oproepen. Nou, ik weet niet waar je dat hebt gelezen. Want gehoord op de radio. Gehoord op de radio. Ja, nou, maar klopt het? Ja, vind je het een goed idee? Niet op die manier. Op wat voor manier vind je het een goed idee? Ik vind het, laat me het eerst iets zeggen over de krijgsmacht. Het leger is een leger van professionals. Wij zitten echt op totaal niemand te wachten die geen zin heeft. Als je geen zin hebt, ben je niet welkom, gaan we geen tijd in je stoppen. Heel simpel. Dus je mag gewoon, stel dat die dienstplicht en de opdracht. Ja, maar die komt er niet. Wij gaan niet de dienstplicht zoals vroeger weer in het leven roepen. Dat kost veel te veel geld. En dan moeten we tijd besteden aan mensen die er helemaal geen zin in hebben. Ja, laat me heel duidelijk zijn. Als je geen zin hebt, dan ga je maar ergens anders heen. Ja, ben je niet welkom. En je moet goed zijn. Ja.
Sterker nog, je moet gemotiveerd zijn. Want als je gemotiveerd bent, dan kunnen we je goed maken. En dat zijn de twee basisvoorwaarden. Alleen, en dan komt het punt waar we wat aanscherpen. Kijk, nu schrijven wij een brief. Als je 17 jaar bent, krijg je een brief in de bus. En daarin staat eigenlijk, ja, weet je, het is best belangrijk dat we in vrede en veiligheid leven. En we hebben zoiets als een krijgsmacht. En ja, heel formeel zouden we je kunnen oproepen, maar laat maar. Wie heeft die brief al hoeft gehad? Niet. Je hoeft niet te komen. Nou, wat vonden jullie van die brief? Was die inspirerend? Was het niet inspirerend? Heb je hem überhaupt gelezen? Ja, jij dus wel, maar heb je hem überhaupt gelezen? Weet je? Het is eigenlijk een hele belangrijke brief. Maar naar wat voor model moeten we wel toe dan? Nou, volgend jaar, ik hoop echt dat het gaat lukken, maar volgend jaar wil ik dat wij een brief versturen waarin staat, wauw, je bent bijna 18. En dat is echt een hele belangrijke leeftijd. Want je weet, je woont in een vrij Nederland. En je hebt heel veel vrijheden. Je mag het biertje kopen wat je wil. Je hebt vrije tijd. Je mag ermee doen wat je wil. Maar weet je, er komt ook een moment in je leven dat je voor beslissingen staat. Beslissingen staat over hoe kijk je naar je toekomst. Beslissingen staat over welke bijdrage wil jij in Nederland leveren. Stel dat wij je... En weet je, er is zoiets als die krijgsmacht die ook fantastisch kan zijn voor jou. Wil je er meer van weten, dan zorgen wij ervoor dat je een jaartje mee kunt draaien. Wij gaan het mogelijk maken dat je een jaartje kunt snuffelen, een jaartje kunt proeven aan de krijgsmacht, en dan noemen we een dienjaar. Ja. Wil je meedoen, meld je aan. Een tussenmodel hoor ik hier. Ja. Maar stel nou, stel dat eventjes los van mogelijke dienstplicht, ja of nee, stel het wordt hier oorlog. Dan lijkt me heel ver weg, maar zou je zelf het leger in gaan? Zou jij dan gemotiveerd zijn om zelf het leger in te gaan? Ik denk dat het antwoord ja is. En de reden waarom ik het zeg, is ik denk dat, enzovoort. Dat is natuurlijk ook na de Tweede Wereldoorlog. Dat is de vraag van de Tweede Wereldoorlog ook, hè? Hoe zou jij je gedragen hebben? Wat zou jij gedaan hebben? Zou je opgestaan zijn? Ik denk dat je die vraag pas echt kunt beantwoorden als het zover is. Maar daarvoor zijn natuurlijk wel signalen. Ben je alleen maar met jezelf bezig? Of kijk je ook om je heen? Lever je een bijdrage in je sportclub? Ben je betrokken bij de kwaliteit van de opleiding? Zet je een stapje extra voor een ander? Dat zijn volgens mij allemaal signalen dat je niet alleen maar de dikke ik bent en met jezelf bezig bent en boeien wat de rest allemaal doet. Als je op die manier in de samenleving staat en nu al een bijdrage levert, dan denk ik, en daarom geloof ik ook helemaal niks van het onderzoek wat een keer is verschenen, van dat er heel weinig mensen bereid zouden zijn. Ja, 16% of iets dergelijks. Ja, alsof je nu PlayStation die vraag kunt beantwoorden. Dat was een onderzoek wat was gedaan over de bereidheid om te vechten in Nederland onder de bevolking. En dat, volgens dat onderzoek was dat 16%. Maar jij zegt dus, daar geloof ik helemaal niks van. Nee, ik denk echt dat onze jeugd, onze jongere generatie tekort doet. Meer bereid zijn. Ja, dat geloof ik, ja. Absoluut. En is dat omkijken naar elkaar, is dat een voorwaarde om vrijheid te hebben in dit land? Ja, want bij vrijheid hoort ook verantwoordelijkheid. Dat zijn twee woorden die voor mij zo aan elkaar gekoppeld zijn. Het een kun je niet zien zonder het ander, vind ik. Voel jij je heel verantwoordelijk voor de vrijheid van andere mensen? Ja, want mijn vrijheid gaat zover als dat die van een ander daarmee wordt ingeperkt. We gaan het hier zo meteen nog concreter over hebben, maar het lijkt me een hele mooie brug om richting jullie vraag te gaan die jullie hebben voorbereid. Misschien is dit ook een goed moment om dan toch heel eventjes te vragen of jij misschien met deze microfoon die vast zit kan gaan praten. En misschien ga ik toch even Kees vragen, mijn collega Kees, om met deze microfoon naar jullie toe te gaan. Hallo, dit is Kees. En dan wil ik heel graag naar de eerste vraag van Sean van Zwol. Is die hier toevallig? Top. Sean, weet jij je vraag nog die je hebt voorbereid? Ja, als het goed is wel. Zou je hem willen stellen? En dan mag je gaan staan inderdaad. Is het zoals staatssecretaris? Sorry, ik hoor je niet goed. Is het werk van staatssecretaris zwaar? Ja en nee. Ja, in de zin van... ik heb een zoontje van 5,5. Ik ben getrouwd, gelukkig getrouwd zelf. En hou heel erg veel van mijn gezin, van mijn vrienden, van mijn omgeving. En daar moest ik net een beetje lachen, want een van de heren daar ergens zei van, ja, vrijheid betekent voor mij dat ik gewoon lekker veel vrije tijd heb en mijn ding kan doen. Ja, veel vrije tijd heb ik niet. Dus de job pleegt wel roofbouw op je vriendengroep. Maar tegelijkertijd
Ik heb geen moment gebrek aan energie, omdat het moment waarin we nu staan in de wereld, wat er gebeurt in Oekraïne en zo, en de enorme bak met geld die opgebracht wordt door jullie en andere mensen om Defensie sterker te maken en de verantwoordelijkheid die ik daarin heb, met heel veel gave collega's om me heen, ja, dat geeft me heel veel energie. Maar als ik vrijdagavond thuis kom, dan gaat dit pakje uit. En dan trek ik een lekkere joggingbroek aan. En dan plof ik op de bank en dan trek ik een biertje open. En dan kun je mij om 9:30 in bed leggen. En, absoluut. Sean, was er een reden dat je deze vraag stelde? Nee, ik was gewoon benieuwd. Ja, nou, oké, dank je. Want ik dacht net inderdaad van, hey joh, dat is inderdaad nu het oorlog is in Europa, op Europees grondgebied, kan ik me voorstellen dat dit een extra relevante vraag is. Nog los van dat het gewoon een intensieve baan misschien is. Maar hoe is het om nu staatssecretaris van Defensie te zijn nu het oorlog is op Europees grondgebied? En zeker omdat je net bent begonnen. Ja, dat klopt. Het is heel dubbel. Het is vreselijk wat er gebeurt in Oekraïne. Ik bedoel, wij spreken... Oekraïne, dat is de grens van Oekraïne is 1500 kilometer hier vandaan. Dat is... minder nog. Rome is verder weg dan de grens van Oekraïne. Dus dat is heel dichtbij? Dat is hartstikke dichtbij. Dat is bizar dichtbij. En wat daar op dit moment gebeurt, dat mensen in een onveilige, niet-vrije situatie leven. Oekraïne wordt gewoon door een vijand binnengevallen. Nou ja, dat is echt heel lang geleden dat het is gebeurd. Dat is super heftig. En het is ook gewoon... er zijn geen mensen met een Nederlandse vlag in Oekraïne die voor ons aan het vechten zijn. Maar het gaat wel ook over onze vrijheid. Ja, hoe hou jij je dan hier vanuit Nederland bezig met wat er daar vrij dichtbij dus, maar wel 1500 kilometer verderop gebeurt? Hoe hou je hier mee bezig? Wij leveren heel veel materieel. Materieel? Ook dus mensen? Wij leveren, nee. Geen mensen? Ja, indirect in de zin van opleiding en training. Dus bijvoorbeeld de panzerhowitzers die wij leveren. Dat is een, ja, dit mag ik eigenlijk helemaal niet zeggen, maar ik ga het toch doen omdat de mensen het snappen. Een soort tank. Maar er is echt een heel groot verschil tussen een tank en een panzerhowitzer, heb ik me laten vertellen. Maar het ziet eruit als een tank, maar het is een panzerhowitzer. Ja, en dat is niet zo van hier zijn de sleutels, rijd er maar mee weg. Dus die mensen moeten opgeleid worden. Maar dat doen we niet in Oekraïne. Want dan zou het echt weer ingewikkeld zijn. Want dan zijn onze mensen in Oekraïne. Maar dat gebeurt buiten Oekraïne. Ik denk dat de vraag van Dion hier heel goed op aansluit. Is Dion er? Nee, dan ga ik Dion's vraag even stellen. Zijn vraag was namelijk, voor welk land zouden we bang moeten zijn dat ze ons gaan binnenvallen? Alleen, eigenlijk zit daar de vraag in besloten. Ben je bang dat wij ook binnen gaan worden gevallen? Dat Nederland zich ook actiever in de oorlog moet gaan mengen? Ik ben niet bang dat wij worden binnengevallen. Tegelijkertijd denk ik wel dat we wellicht nog wat naïef zijn over hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. En binnenvallen betekent, dat denk ik dat je mee bedoelt, er staat ineens een leger en tanks aan die via Duitsland bij ons naar binnen komen rijden. Gewoon dat beeld. Nou nee, dat niet. Maar, zeg ik erbij, wij worden gewoon iedere dag aangevallen. Alleen, dat is gewoon op een cybermanier. Cyberoorlog. Een cyberoorlog. Dus onze bedrijven, die worden gewoon gehackt. Universiteit van Maastricht is gehackt. Is dat de grootste bedreiging voor ons nu in Nederland? Nou, het cybergedeelte? Dat is een bedreiging die nu bezig is. Mm-hmm. Maar waar we ons ook op moeten voorbereiden, is dat onze zogenaamde vitale infrastructuur... Dus, ik hoor hier een vitale infrastructuur. Wat is dat? Wat bedoel je met vitale infrastructuur? Daar bedoel ik mee ons elektriciteitsnetwerk. Ons waternetwerk. Onze spoorwegen. Dus echt alle dingen die we nodig hebben om überhaupt te kunnen leven. Dus water, elektriciteit, vervoersmiddelen. Ja, alle GPS-chipjes in jullie telefoon. Die afhankelijk zijn van een satelliet. Ja. Dat is de reden waarom wij nu met het extra geld ook gaan investeren. In Europees verband, in juist ook een satellietnetwerk boven Europa. Dus niet een paar grote satellieten die je met een raket makkelijk uit de ruimte kunt schieten, maar veel meer kleine satellieten, zodat het GPS-gebruik van onze telefoons eigenlijk beter gewaarborgd is. Hey, maar hebben we dus oprecht ook natuurlijk een vraag, want als ik denk aan wie er goed zijn op niveau van cyber, dan denk ik al heel snel in een soort van doembeeld bijna, dat ze daar in Rusland of in China of in Amerika vast en zeker heel veel beter in zijn dan wij. Zijn wij een beetje opgewassen tegen de rest? Ja. En ja, als je met wij bedoelt de NAVO, ja. De NAVO, ja. En de NAVO zijn heel veel Europese landen en Amerika, Australië en nog een paar andere landen.
Ja? Maar wij zijn natuurlijk hoogtechnologisch. Dus onze kennis en kunde, zeker ook met de Amerikanen, dat is wel top-notch. Alleen die strijd, mm-hmm, die gaat steeds harder en steeds sneller. En dus het hele space-domein, dat komt er gewoon bij. Ruimte. En dan heb ik het dus niet over Star Wars-achtige dingen, maar dan heb ik het bijvoorbeeld over gewoon echt satellietcommunicatie. Maar ook een andere. Er liggen hele grote datakabels op de bodem van de oceaan. Ja, die dingen, die moet je goed in de gaten houden, want daar kunnen inderdaad vijandige mogendheden, die kunnen die datakabels saboteren. En als die gesaboteerd worden dan? Ja, dan is dat een heel groot probleem voor ons netwerk. En dat is dus, het is dus niet, de dreiging waar we ons het meest zorgen om moeten maken, is niet de dreiging van, daar moeten we ons ook zorgen over maken, over wat komt er gewoon letterlijk uit het oosten aanrijden naar Nederland. Veel meer, alles waarvan jullie iedere dag denken, ik kan schoon water drinken, ik heb droge voeten, namelijk de sluizen in Nederland. Wij zijn toch beneden zeeniveau. Het elektriciteitsnetwerk, de trein, dat gebeurt, wordt allemaal via computers aangestuurd. Weten jullie ongetwijfeld beter dan ik. En als die computers gehackt worden, dan zijn we de sjaak. En daarom is een van de belangrijkste dingen voor de toekomst van de krijgsmacht, is dat we ons daarop voorbereiden. En dat kost miljarden euro's. Dit is een fantastische brug, miljarden euro's die nog geïnvesteerd kunnen worden ook. Naar de vraag van Django, die ik hier zie staan. Nou weet ik toevallig dat jij Django bent, omdat we elkaar net een hand gaven. Weet jij een vraag uit je hoofd? Ja, denk ik wel. Wat maakt het in Defensie nou dat de vrijheid van Nederland beter gewaarborgd wordt als nu? Wat kan er nog verbeterd worden, zeg maar? Aan Nederland of bij Defensie? Of wat bedoel je? Ja, eigenlijk een soort beide, maar in Defensie was eigenlijk de vraag. Hoe we de vrijheid, ik probeer die vraag even goed te begrijpen. Hoe je de vrijheid binnen Defensie beter wordt gemaakt eigenlijk als dat het nu kan zijn. Dus in verband ook bijvoorbeeld met Oekraïne. Maar bedoel je dan hoe Defensie nog beter ingezet kan worden om de vrijheid van de mensen in Nederland te beschermen? Okay, ja. Ik ga je toch twee antwoorden geven. Want ja, graag. Het eerste, meer antwoorden is alleen maar goed. Het eerste waar ik aan dacht was namelijk op een heel ander... moeten we zitten? Ja. Oh. Woef. Het stond zo lekker. Ja. Het eerste antwoord wat ik je wil geven is namelijk van een andere orde als hoe we Nederland als geheel veilig houden. Het eerste antwoord is vrijheid. Dus in essentie betekent dat in ieder geval voor mij en denk ik voor iedereen, dat je kunt denken, zeggen en doen wie je bent, wie je wil zijn enzovoort. En bij Defensie, als je naar Defensie kijkt, we zijn een club om van te houden, maar ook een beetje een gekke, eigenzinnige club. Waarbij niet altijd in de eerste plaats, dat in het verleden ook heel erg is, is niet de eerste kernkwaliteit, zou ik maar zeggen. Die altijd, want je moet vooral gewoon doen wat er gezegd wordt in sommige omstandigheden. Dat is dan weinig ruimte voor discussie. Kun je misschien iets bij voorstellen. Waar wij als Defensie nog wel een opgave hebben, is dat wij diverser worden. We hebben plat gezegd meer vrouwen nodig. We hebben sowieso veel mensen nodig. Dus echt, er zijn enorm veel vacatures. Maar we hebben ook gewoon meer vrouwen nodig en ook meer mensen met een etnische afkomst. Waarom is dat belangrijk? Diversiteit zorgt voor meer inclusiviteit. En inclusiviteit zorgt weer voor een sociaal veilige omgeving. En omdat wij dingen doen die soms vrij heftig kunnen zijn, als je ergens op de wereld met een team aan de slag bent, met wapens aan de gang bent en onder hoogspanning hele ingewikkelde, bijzondere klussen moet uitvoeren, dan moet je het beste team bij je hebben, maar ook het team bij je hebben waar je in een veilige, sociaal veilige omgeving kunt functioneren. En daar hebben wij nog wel een opdracht. Dat is de reden waarom wij... Eigenlijk, sorry, dat ik even ter verduidelijking. Dus eigenlijk zeg je nu, bij Defensie is het, als je bijvoorbeeld of vrouw bent, of je hebt een andere etnische achtergrond, of een hoofddoek op bijvoorbeeld, dan word je eigenlijk gewoon, ben je niet helemaal welkom in de groep. Is dat hoe het nu gaat? Ik zeg vooral dat wij nog een opdracht hebben om meer diversiteit te krijgen inderdaad. Omdat we dan nog meer die sociaal veilige omgeving kunnen bieden. Maar er moeten gewoon meer vrouwen komen en meer mensen met een etnische achtergrond. Ja. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar dan. Want stel dat je dus zegt, hey, er moeten meer vrouwen bij Defensie komen. Gaat er ook iets in Defensie dan veranderen waardoor het voor vrouwen
aantrekkelijker wordt, of mensen met een andere etnische achtergrond, om daadwerkelijk bij Defensie te gaan? Want is er dan al iets wat je dan sowieso al kan doen zonder dat zij er zijn? Nou, we gaan in ieder geval, om het belang daarvan te onderstrepen, dit veel vaker zeggen en daarom zeg ik het zelf ook. Ja. We hebben streefcijfers geformuleerd bij de instroom, dus dat we meer vrouwen binnen willen krijgen, en bij de doorstroom. Het kan dus ook zo zijn, als ik hem gewoon heel scherp maak, dat je als vrouw dat je eerder ook een beoordeling krijgt, zodat je eerder door kunt stromen naar een hogere plek dan de man. We gaan niet verschil maken in de vereisten, maar we gaan wel echt fors werk maken van dat we dus meer vrouwen krijgen en ook hoger in de top meer vrouwen gaan krijgen. Hier gaan we zo meteen nog even op terugkomen, maar het tweede deel van het antwoord moest nog komen. Nou, het tweede deel van het antwoord is, wij gaan fors groeien, dus we gaan ook actiever worden. En wat ik net eigenlijk zei, ik denk dus dat we heel veel te doen hebben op dat digitale vlak. Maar waar we ook, waar we ons op moeten voorbereiden, is gewoon op meer crisissituaties die gaan komen. Veel mensen weten het misschien niet, maar in de pandemie heeft Defensie heel veel werk gedaan met het opzetten van prikstraten. En dan niet alleen het prikken zelf, maar ook gewoon de hele logistiek erachter. Toen Limburg natte voeten kreeg, waren wij er ook. Op het moment dat er enveloppen worden gevonden met gekke spulletjes erin, dan staan ook onze mensen vooraan om het te fixen. Er gebeurt heel veel in Nederland. Met regelmaat gebeuren de dingen in Nederland dat Defensie wordt opgetrommeld om te komen helpen. Dat hangen we niet aan de grote klok, omdat het over veiligheidssituaties gaat. Maar ja, je ziet daar ook wel, of het over beveiliging van mensen enzovoort gaat, ja, dat we daar iedere dag weer opnieuw voor situaties worden ingezet. En dat is helaas is dat een groeimarkt en dus moeten wij meegroeien. En er is heel veel beveiligers nodig ook. Beantwoord dat je vraag een beetje? Ja? Ik wilde graag naar de vraag van Selena gaan. Of ik weet niet of ik dat goed uitspreek. Ja, nou, die sloot namelijk enorm goed aan op de vraag die op wat er net besproken werd, om het meer inclusief te maken. Als je vrouwen of mensen met een andere etnische achtergrond wil krijgen bij Defensie. Ja, je mag je vraag stellen. Weet je met je hoofd nog? Nee. Zal ik hem voor je voorlezen? Ja. Je hebt gevraagd, vindt u dat de hoofddoek of boerka verboden moet worden? Zou ik dan eerst aan jou mogen vragen wat jij ervan vindt? Want de vraag is nu gesteld door de presentatrice. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd wat je zelf van vindt. Ja, je mag er best wel antwoord op geven. Want het is een hele goede vraag. Bijvoorbeeld bij Defensie of in het algemeen. Waarom ben je hier benieuwd naar? Omdat het een tijdje rondging. En ik ben benieuwd of je als je hoofddoek draagt bij Defensie of dat eerlijk is. Want racisme gaat wel echt vaak rond. En nu het gaat blijkbaar over vrijheid. Oké, dankjewel. Hele goede vraag. Want ook hier, ja, soms lijkt het dat een vraag die in 10 seconden gesteld kan worden, ook in 5 seconden beantwoord kan worden. Maar dat is hier ook niet. Dus ik heb toch even een paar woorden nodig. Het maakt namelijk uit wat je doet bij Defensie. Het begint er al mee dat wij 40.000 mensen in een militair uniform hebben. En 20.000 mensen die zijn burger. En dat is een andere rechtspositie. Dus daar horen andere regels bij. Op het moment dat jij bij die 20.000 in het burgerpersoneel hoort, dan geldt gewoon eigenlijk alsof je waar dan ook werkt. Dus als je dan met een hoofddoek enzovoort op kantoor wil zijn, dan kan dat gewoon. Op het moment dat jij, zoals je achter ziet, het uniform draagt, dan ben je representant geuniformeerd als uiting van de zwaardmacht van Nederland, van de krijgsmacht. En iedereen die je dan benadert, die moet erop kunnen rekenen dat jij neutraal bent. Want de staat is neutraal. Want je representeert alle mensen in Nederland. En dat je dus ongeacht iemands geloofsovertuiging, achtergrond of whatever, als objectief persoon namens het leger, daarom draag je dat uniform, in de interactie met iemand bent. Dat is de eerste reden waarom je geen toevoegingen mag doen aan je uniform. Je mag ook geen Ajax-speltje op. Vind je dat dat moet worden veranderd trouwens? Nee, ik vind dat zo moet blijven. Ik vind dat dat zo moet blijven. Vind jij dat moet worden veranderd trouwens, Selena? Nou, het gaat toch over vrijheid. Dus als je niet mag toevoegen, dan kunnen mensen ook met hoofddoek daar niet heen. Dus ik vind dat je dat eigenlijk wel
Zou je het nog één keer wat luider in de microfoon kunnen zeggen? Microfoon iets dichter. In je microfoon. Bij je neus. Het is niet zo lastig. Ik ga echt uitgaan. Nou, u praat over vrijheid toch? Ja. Dus als u dan heeft over dat je geen toevringen mag hebben aan je uniform, dan is het geen vrijheid als je een hoofddoek draagt. En u zegt dat iedereen neutraal moet zijn, maar dat is niet zo. Dus dan zegt u dat als iemand aanspreekt met iemand met hoofddoek en ik spreek bijvoorbeeld iemand aan en ik heb een hoofddoek en diegene vindt mij niet neutraal, dus dan mag ik daar niet komen. Ja, dan gaat het... Ja. Jij kunt zijn wie je wilt zijn. Op het moment dat je onder je uniform een uiting wil dragen, dan denk ik best veel mensen aan een kruisje of wat dan ook, hè, heb je onder je uniform. Maar op het moment dat jij in functie bent en je hebt je uniform aan, dan op dat moment ben jij de staat der Nederlanden. En dan is er ook een scheiding tussen kerk en staat. En dan gaat het meer over degene met wie jij in interactie bent, als dat het over jezelf gaat. Want het gaat over degene met wie je spreekt. Of zelfs misschien richting degene waarin je moet optreden. En dan is het zo dat het heel belangrijk is dat degene die aan wie jij jou uiteindelijk ook jouw geweld wat je zou mogen uitoefenen onderwerpt, dat die persoon erop kan rekenen dat die met een onafhankelijke staat in interactie is. Dus dat is de eerste reden waarom er nu geen enkele uiting van welk geloof dan ook of van welke andere levensovertuiging dan ook aan het uniform mag worden toegevoegd. Mag ik daar meteen nog even? Er is nog wel een tweede punt, heel kort. Okay. Het tweede punt is dat er ook gewoon veiligheidsoverwegingen kunnen zijn. Dus op het moment dat jij in weet ik veel welk land dan ook met een team aan de slag bent, ja, dan is het ook dat veiligheidsoverweging. Je wil niet weten hoe lang wij hebben gedaan om bijvoorbeeld een nieuwe uniform te ontwikkelen. De kwaliteit van de kleding, hoe het getest wordt, voor de schoenen, enzovoort, enzovoort. Dus er zijn ook redenen waarom mannen geen baard mogen. Is er ook getest met bijvoorbeeld hoofddoeken dan? Nee, daar niet, omdat hij op de eerste blokkades en op die tweede heeft hij, kan hij inderdaad ook een beperking hebben. Bijvoorbeeld dat mannen die in een omgeving zitten waarbij bijvoorbeeld het gasmasker opgedaan zou moeten worden, ja, die moeten op dat moment ook geen baard hebben. Weet je? Dus op dat soort dingen wordt wel getest. En want net aan het begin zei je van hey, we willen het juist inclusiever maken. We willen juist dat mensen bij Defensie komen werken. Ik kan me wel echt voorstellen dat dit, daarom vind ik het een hele goede vraag. Dat een hele grote vraag. Groep is van mensen die zich nu al bij voorbaat niet aangesproken voelt. Die denken, ja, maar ik draag een hoofddoek. Dus ik wil niet bij een specifieke tak van Defensie waar ik anders best wel bij had gewild. Dat klopt. En daarom is er ook een verschil tussen of je het uniform aan hebt of niet. Want als je dus geen uniform aan hebt, kun je gewoon de hoofddoek dragen. Er zijn heel veel functies waar je geen uniform aan hoeft te hebben. En het is ook een discussiepunt die je natuurlijk overal in de samenleving ziet. En als je hem heel scherp maakt, kan het dan nergens enzovoort enzovoort. Ja, dan is inderdaad op dit moment is het antwoord nee. En dat heeft ermee te maken dat we die onafhankelijkheid van de staat van het uniform laten zien. Dat klopt. Ja. En Selena, jij zou eigenlijk zeggen dat te weinig vrijheid is. Ja, want hij zegt dat we over vrijheid hebben, maar we mogen geen hoofddoek opdoen als je bij Defensie wilt. Maar dan toch één vervolgvraag. En ik wil gezegd hebben, ik vind het ook een hele goede vraag. Sterker nog, ik ben blij dat ik wist dat deze vraag gesteld zou gaan worden. En hier heb ik zelfs een belletje over gedaan. Jongens, hoe zit dat nou? Want ik vind het een hele goede vraag. Maar dan even, ik veralgemeniseer hem. De persoon die een hoofddoek zou willen dragen, die is niet alleen op de wereld. En die geeft op dat moment invulling aan iets wat veel groter is dan jijzelf. In essentie geef je invulling aan het belang van Nederland, waarbij je zelfs geweld zou mogen gebruiken. Dat is datgene wat jij vertaalt, of jij, degene die de hoofddoek zou willen dragen, vertaalt op het moment dat jij een uniform aantrekt. Dus het gaat niet alleen over jou. Het gaat ook over de persoon richting wie je optreedt. Jouw vrijheid gaat zover als dat je uiteindelijk ook bij een ander eventueel zijn vrijheid ontneemt. En je hebt met het uniform heb je zelfs de mogelijkheid om een ander zijn vrijheid te ontnemen. Veel verder, misschien nog wel, als hoe je je kleedt. En dat is dus een dilemma. Want andersom gezegd kan ik zeggen, waarom zouden wij mensen geconfronteerd mogen laten worden namens het Koninkrijk der Nederlanden
dat je jouw vrijheid wordt ontnomen door iemand die een geloofsovertuiging op dat moment ook uit. Dat moet je je afvragen. Is er nog iemand anders van jullie die hier op specifiek dit punt wil reageren nog? Misschien. Nee? Dan gaan we in dat geval, misschien kan het ook nog zo meteen. Denk er vooral even over na. Dan gaan we even door naar de volgende vraag nog. Namelijk Lisa Wanner. Is die er ook? Lisa, oh tuurlijk, Lisa. Ja, we hebben je al net eerder gesproken. Ja. Die had een vraag. Weet jij een vraag nog? Ze is hem nu aan het opzoeken, lijkt. Oké, top. Fantastisch. Dank je. Welke vrijheid zou je kunnen missen? Welke vrijheid zou je kunnen missen? Een hele belangrijke vraag, lijkt me ook. De vrijheid kunnen om van Ajax te zijn of zo? Ik weet het niet. Welke vrijheid zou ik kunnen missen? Ja, ik weet niet. Stond. Ja, ik zou... Ja, eigenlijk geen één. Nou, het is... Zou jij een vrijheid kunnen missen? Ik vind het wel een hele... Denk er ondertussen over na, want het is natuurlijk wel een hele belangrijke vraag. Want net zaten Lisa en haar buurvrouw hier op het podium om elkaar te interviewen over de coronacrisis. En daarin ging het ook al over vrijheden die jullie waren ontnomen tijdens de coronacrisis. Dus er zijn een aantal vrijheden die je zeker al hebt moeten missen en die je ook niet altijd hebt. Bijvoorbeeld de avondklok. Bijvoorbeeld, werd genoemd. Ja. Nou ja, die... Ja, ik hou echt onwijs van mijn vrijheid. Dus ik vind alles wat in mijn hoofd nu rondgaat, denk ik, nee, dat kan ik niet missen, dat kan ik niet missen, dat kan ik niet missen. Maar de discussie vanuit corona, dat was volgens mij ook een van de vragen inderdaad. Ja, dan komt hij wel dichtbij. En ook daar raakt hij hetzelfde dilemma als wat de jonge mevrouw net over de hoofddoekjes eigenlijk agendeerde. Mijn eerste initiële reactie als zijnde niet onderdeel van het kabinet toen enzovoort. Ik zat op de bank en die discussie over die hoofddoekjes. En ik kende wel wat mensen die in de politiek zaten. Dus ik begon te appen, jongens, wat is dit? Gaan we dit echt doen? Gaan wij een avondklok dat ik gewoon niet na 9 uur, was het volgens mij, op straat mag komen? Dan komt hij ineens heel dichtbij. Dus ik denk, ik woon toch in Nederland? Wat is dit? En vervolgens ga ik erover nadenken. Denk, ja, oké, maar ik ben niet alleen op de wereld. Dus heb ik het nou over mijn eigen vrijheid als individu? En hoezo? Ik woon aan de rand van het bos. Als ik daar toch om 9 uur mijn hond uit ga laten. En ik kan allerlei dingetjes, typisch Nederlands. Ik kan echt wel iets verzinnen waardoor het totaal mijn shocking is. Want deze situatie en die situatie. Maar uiteindelijk gaat het over de vraag. Ja, ik ben toch onderdeel van iets groters. Namelijk de samenleving hier. Met alle andere mensen. En ik heb ook een verantwoordelijkheid, ook al vind ik het niet leuk, om ervoor te zorgen dat er minder mensen in dat ziekenhuis terechtkomen. En dan is het de vraag, als ik hem heel individueel maak, denk ik, onzin, ik wil gewoon naar buiten na 9 uur. En op het moment dat ik na begin te denken, maar wat mag er nou van mij verwacht worden als onderdeel van de samenleving om een bijdrage te leveren? Dan denk ik, nou ja, als dat helpt, dan vind ik het oké. En dat is misschien wel het allerbelangrijkste over vrijheid, want we kunnen het hebben over wetten en regels en weet ik veel wat allemaal. Maar uiteindelijk is het volgens mij de essentie of je inderdaad vrijheid ervaart en voelt. Dat je kunt zijn wie je wil zijn, kunt denken wat je wil, kunt doen wat je wil. Maar ook dat daar de verantwoordelijkheid bij hoort, dat je snapt dat jouw gedrag ook van invloed kan zijn op anderen. En dat basisgevoel, dat is volgens mij het allerbelangrijkste wat wij in Nederland met elkaar vast te houden hebben. Ik denk ook omdat jullie zijn er net namelijk, hè, een deel van jullie oriënteert richting politie en een ander richting marechaussee. Volgens mij weten jullie ontzettend veel van vrijheid beperken. Want correct me if I'm wrong, als ik denk aan politie en marechaussee, dan zijn jullie voortdurend bezig met bedenken hoe moeten we iemands vrijheid nu even beperken voor het grotere goed. Klopt dat? Is dat wel eens lastig dat jullie denken, nou, nu zijn we wel heel erg vrij aan het beperken. Of is er misschien een vrijheid waarvan je denkt, nu is het echt goed dat we eventjes zeggen, dat gaat niet zomaar. Heeft er iemand een voorbeeld? Misschien. Of een mening hierover? Als ik denk aan polities, dan denk ik aan politie op straat. Die best wel eens moet ingrijpen. Heb je ooit het gevoel dat je dan... Ja, jullie leren hier natuurlijk van alles over. Heb je ooit het gevoel dat... Wanneer denk je, ja, nu is het goed om vrijheid in te perken? Dat zou ik echt niet weten. Wanneer denk je, nu is het niet goed om vrijheid in te perken? Of misschien is dat te groot. Wanneer heb je een situatie misschien waar je eigenlijk denkt, oh, nu ben ik iemands vrijheid aan het beperken?
Ga je wel eens naar een sportevenement of naar een muziekevenement? Ja. En wat denk je dan als er dan hele grote groepen zijn? En als je dan de vraag hoort die net is gesteld? Gezelligheid. Te veel mensen. Misschien te veel mensenmassa. En is dat in alle scenario's, loop wel los, laat maar gaan? Of mag er dan nog iets verwacht worden dat er iemand meekijkt en misschien soms zelf zegt van... je mag je, al is het maar, dat je op een bepaalde manier niet de tent in mag lopen. Of op een bepaalde manier de tent uit moet lopen. Ja, daar worden sommige mensen al heel narig van. Ja, die zijn er wel. En ik moest net ook denken aan vrijheid van meningsuiting. Toen je net zelf zei, geen een van mijn vrijheden mag worden weggenomen. Ik wil al mijn vrijheden. Maar je hebt natuurlijk, zeker als politicus, helemaal niet al de vrijheid om alles maar te zeggen wat je wil. Heb je daar wel eens last van? Zijn er af en toe dingen waarvan je denkt, die wil ik graag wel zeggen. Maar ik weet dat dat niet mag. Nee. Ik heb wel dat ik soms denk, ik zou dit graag willen zeggen, maar het is niet handig. Ja, heb je een voorbeeld? als ik vind dat mensen echt enorm aan het zeuren zijn, dan heb ik gewoon behoefte om dat te zeggen. Oké, maar dat is niet iets wat niet mag. Nee, dat is niet dat van zou dat je mogen bepaalde... Zeggen. Nee, ik vind dat het vrijheid van meningsuiting gaat echt heel ver. Ja, dat gaat dus niet van je... Nee, dat is wel een beetje regel 1 die we hier met elkaar afspreken. Alleen, op het moment dat mensen... De vraag was natuurlijk ook een paar jaar geleden of je ook het recht hebt om mensen te mogen kwetsen. In wat voor situatie was dat de vraag? Nou, als je... vrijheid van meningsuiting kan zeker ook nu best ver gaan dat je van alles over iemand vindt. Ja, dan heb jij het recht om dat te mogen zeggen. En ik heb er meestal niet zoveel last van. Want ik denk van interesseert me niet wat jij zegt. Dus dan doet het ook niks met me. Ja, wel wat jij zegt natuurlijk, maar in algemene zin. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die daar wel pijn van kunnen ervaren. En dan is de vraag of jouw vrijheid van meningsuiting zo ver gaat dat je iemand helemaal kapot mag schelden. En dat heel veel kan doen met iemand. Ja, dan kun je zeggen, vrijheid van meningsuiting, maar is dat nou nodig? Nou, en dat gesprek vind ik wel, daar gaat hij wel schuren. Want met woorden kun je ook heel veel pijn brengen. Als je iemand fysiek pijn brengt, dan staat er in het wetboek van strafrecht dat je de gevangenis in moet. Maar als je iemand met woorden heel veel pijn aandoet, dan staat daar eigenlijk niet een straf op. Er zijn slechts een paar uitzonderingen. Ja, en dan denk ik van, kunnen we alsjeblieft gewoon een beetje normaal doen met elkaar. Zijn jullie het daar allemaal mee eens? Als er wordt hier gezegd dat er de vrijheid van meningsuiting heel ver mag gaan. Zijn het er mensen, zijn sommige van jullie daar misschien mee oneens? Die zeggen, er mag best wel wat harder een lijn getrokken worden met wat er gezegd mag worden. Bijvoorbeeld als het gaat over discriminatie. Zijn er misschien andere vragen op dit moment al? Ik zie daar een hand de lucht in gaan. Mag Christophe ook staan? Het is beter als zittend is. Blijf wij zitten. Mag jij gaan staan? Oh. We zijn heel jaloers hier. Het ziet er ongeïnteresseerd uit als jij gaat staan en ik blijf je zo zitten. Zo van... Ik had nog even een vraagje. U had het natuurlijk over dat u heel graag mensen bij Defensie wil hebben. Maar u zegt zelf dat u geen militaire ervaring heeft. Heeft u zelf wel eens meegekeken met de opleiding een week in het veld gelegen... en in een tentje moeten slapen of door de keuringen heen moeten komen van zijn opleiding? Nou, die keuring, ik heb wel gevraagd wat de keuringseisen zijn. Ja. Ik denk wel dat ik ze trek. Dus dat, volgens mij, er wordt gelachen. ik heb heel veel werkbezoeken. Ik ben in Amsterdam geweest, dus ook waar het keuringstraject is. Ik ga binnenkort het veld in. Ik ga op allerlei plekken slapen en doen. Maar ik heb niet de keuring als zodanig gedaan. Ik heb wel, toen ik middelbare school aan het afronden was, getwijfeld om naar de KMA te gaan. Uiteindelijk niet gedaan. Het antwoord is nee. Maar je denkt dat ik er niet doorheen zou komen? Ja, waarom stel je de vraag inderdaad? Het is eigenlijk meer, u weet natuurlijk heel veel over Defensie. Maar u heeft zelf geen enkel benut eigenlijk hoe nou de opleiding zelf de ervaring is. Klopt. En u bent natuurlijk wel staatssecretaris van Defensie. Dus ja. U heeft allemaal ideeën om mensen aan te nemen. Maar u heeft geen idee hoe de opleiding er eigenlijk uitziet. Ja. En zonder opleiding kom je niet bij Defensie. Dus dat is eigenlijk stap 1 waar je aan zou moeten werken. En ja, je kan heel veel ideeën hebben. Maar zonder dat je ervaring hebt, kan je geen goede ideeën maken. Ja, is dat zo?
ja, want als je gaat kijken naar de opleiding, wij weten het allemaal. Want wij moeten natuurlijk nu allemaal solliciteren. Er is gewoon kei weinig plek. We moeten allemaal maar wachten en blijven zitten. Terwijl iedereen van ons kei graag wil. En dat is al één optie. Weet je wat ik denk dat een hele belangrijke eigenschap is om om staatssecretaris te kunnen zijn? Vragen stellen. En ik heb niet de neiging om altijd zelf het antwoord te weten. Ik denk namelijk dat ik best wel goed ben om te luisteren naar mensen. En om vervolgens ook dingen voor elkaar te krijgen. En wat misschien nog wel belangrijker is, en ik vind nog dat Defensie, en zeker ook in de omgevingen waar ik in Defensie werk, dat er nog meer behoefte aan is, dat je erop vertrouwt dat andere mensen goede ideeën hebben. En uiteindelijk heb je ook iemand nodig die dan ervoor gewoon zorgt dat er beslissingen genomen worden en de boel voor elkaar komt. En ook iemand die Defensie goed in de politiek kan vertegenwoordigen. Dus wat ik vooral doe op mijn werkbezoek is vragen stellen. En ik heb heel veel vragen gesteld. En daarom weet ik bijvoorbeeld dat de grootste behoefte die er nu is, naast dat er het salaris omhoog moest, is dat vooral heel veel mensen bij Defensie willen dat er meer collega's komen. Dus dat er gewoon personeel bij komt. Maar dit staat toch eigenlijk haaks op wat jij net zei. Dat jij zegt van hey, we zijn aan het solliciteren en we moeten wachten. Terwijl jij zegt er zijn voldoende vacatures. Ik hoor een... Ja, die zijn er ook veel. We hebben hoe werkt dit 4000 dan? Waar gaat het hier mis dan? Ja, het zijn de opleidingsplekken ervoor. Kijk, wij willen met z'n allen naar de Marechaussee. Ja. Alleen bijvoorbeeld voor ons is de lichting van september al helemaal vol. En nu moeten wij allemaal wachten tot januari. En dan dit zijn we alweer een half jaar vraag. Verder. Ja, wat er, klopt. Is er iets in de tussentijd wat er gedaan kan worden? Bijvoorbeeld voor een klas van 20 mensen die zeggen graag. Nee, niet zomaar, want die, het klopt. Marechaussee is overtekend. Dus de Marechaussee zit altijd vol. Bij de landmacht hebben we nog heel veel plekken. Het is wel zo dat we gaan groeien. Dus ik weet zo niet hoeveel we met de Marechaussee gaan groeien. Het klopt ook wat je zegt, dat we te weinig opleidingsplaatsen hebben. Dat klopt ook. En wat mijn grootste zorg op dit moment is dat het traject wat je hebt te doorlopen op het moment dat je aanmeldt en dat je wordt aangenomen, veel te lang is. En dat de customer journey, dus gewoon de klantenservice van Defensie, onvoldoende op orde is op dit moment. En dat weet ik omdat ik heel veel vragen stel. En vervolgens de juiste opdrachten probeer te geven om daar verbeteringen aan te brengen. Maar zit er een stipje aan de horizon dan? Want dit is echt een hele relevante... Weet ik zo niet. Je weet niet of er meer plekken komen binnenkort. Bij de Marechaussee niet, weet ik niet. En ook meer opleidingsplekken, dat is... Ja, we gaan over de volle breedte groeien. Maar ik weet niet precies waar jouw specifieke interesse ligt. En we hebben dat ook nog regionaal. En ja, volgens mij is het ook niet de bedoeling dat we hier een arbeidsvoorwaardengesprek hebben. Nee, maar dat is op zich een hele goede vraag. Want aan het begin had je natuurlijk zei... Ja, ik wil wel dat mensen gemotiveerd zijn om ergens te gaan werken. Dat is essentieel. Dan kun je niet tegen een hele club mensen zeggen die willen graag bij de Marechaussee willen werken. Hey joh, we hebben andere takken bij Defensie. Kom daar anders lekker. Want dat was juist een van die voorwaarden. Sterker nog, bij ons is het zo dat je op het moment dat je binnen bent bij Defensie, dat is ook zo'n regel waarvan je af kunt vragen of je daar blij mee moet zijn. Op het moment dat je binnen bent, dan ben je in dienst en dan kun je op de interne functies solliciteren. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat je eerst eventjes binnen moet komen op een plek waar plek is. Als je al bij Defensie werkt, krijg je voorrang. Dus dan zou je eigenlijk zeggen, dus dan maak je grotere kans om bijvoorbeeld een zou plek kunnen. Te krijgen. Zou kunnen, ja. Ja. Oké. Okay. Zijn er nog reacties hierop of misschien een andere vraag van iemand nu? Ik kijk even goed rond. Misschien komt het zo meteen nog, want we hebben er nog een paar die we misschien niet hebben beantwoord. Namelijk Amber Dekkers. Die is er niet. Iedereen die een vraag heeft. Misschien, misschien Anoushka. Anoushka en Amber. Mike. Ik heb nog een vraag van Mike hier staan. Hey. Dan mag je staan. Ik zit al heel te kijken, maar van wie is dat shirt nou? SV Portugal en FC Lakeside. Ah, oké. Okay. Een amateurvereniging uit Engeland en eentje hier uit de omgeving. Maar hoezo? Is dat een soort hybride shirt dan of wat? 2-1, of? Laten we het eventjes terugbrengen naar vrijheid. Dan mogen jullie het hier daarna over hebben. Ik zit al de hele tijd hebben. Te kijken. Van. Waar is het shirt van? Een soort Juve-achtig logo. We weten erop. Waar de voorkeur ligt nu. Voetbal. Maar je mag je vraag stellen. Mijn vraag was, hoe denkt u over alle coronademonstranten die zeggen dat hun volledige vrijheid is afgenomen tijdens de coronapandemie?
de coronademonstranten. Ja, ik zit gewoon... Ik denk, ga ik nou aan het eind beginnen of van mijn redenering? Ik voel me nooit ingeperkt om te zeggen wat ik... Ik vind dat echt een beetje... Ja, ga ik het nou zeggen of niet? Ja. Ja, ik heb daar echt moeite. De meest voorzichtige vorm waarop ik me uit, want er draait de camera mee. Ik heb daar echt moeite mee. Ik heb daar echt heel erg veel moeite mee. Waar heb je dan precies moeite mee? Dat hun de volledige vrijheid wordt afgenomen. Natuurlijk snap ik heel erg dat als je het heel principieel maakt, zit er een punt in dat de vrijheid is afgenomen. Maar dat is ook een verdraaid goede reden voor. Dat is gewoon een gevoel wat ik alleen maar is aangewakkerd hoe langer ik bij Defensie zit. We hebben het zo goed voor elkaar in Nederland. En wij proberen hier een pandemie met z'n allen te bestrijden. En ja, dan wordt er uiteindelijk van je gevraagd om bij wijze van spreken, waar ik net met die mevrouw achterin over had, om na 9 uur eventjes thuis te blijven. Dat is een maatregel die ook voor de tijdelijkheid is afgekondigd, omdat die ook best principieel en heftig is. Hè? Als je hem gewoon heel, heel principieel maakt. Daarom is hij ook tijdelijk gemaakt, dat je hem altijd weer moest verlengen. Om nou te zeggen, dat je totale vrijheid... Kom op, het is niet weet ik veel welk land. Dus dat is wel een beetje het gevoel wat ik erbij heb. Dus ik snap de achterliggende gedachte. Maar als ik dan vervolgens denk van waar we mee te maken hadden, hoeveel mensen zijn overleden, wat er gevraagd is van de mensen in de zorg en al die andere mensen. En dan wordt er van sommigen gevraagd om heel eventjes 's avonds thuis te blijven. Dat is dan de bijdrage die van jou wordt gevraagd om de samenleving overeind te houden. Ja, dan denk ik wel van oké. Dan moet je dan maar even overheen komen, inderdaad. Dit was mijn antwoord. Wat is jouw antwoord? Goeie vraag. Op wat ik ervan vind? Ja. Ik heb ook een heel groot deel meegekregen via mijn moeder die bij de internetrecherche zit, bij de politie. En ik heb sommige dingen voorbij horen komen zo van, hoe kom je erop? Zoals mondkapjes doden kinderen. Dan echt van, hoe verzin je dit? En vaak de bronvermelding was ook heel slecht. En ik heb ook af en toe echt zo gezeten zo van, hoe nutteloos wil je jezelf maken in deze maatschappij? Dus dat vooral. Nou, ik ben blij dat jij een paar dingen zegt die ik net vooral in mijn hoofd aan het rond laten gaan was. Dus volgens mij zitten we redelijk op dezelfde lijn. Ja, ja, tegelijkertijd wil ik daar misschien ook nog wel aan toevoegen dat ik me ook wel kan voorstellen dat juist mensen die bijvoorbeeld niet in hun eentje wonen, bijvoorbeeld jullie, ik kan me voorstellen dat een deel van jullie nog thuis woont, of een deel van jullie woont misschien wel op zichzelf. Maar als je thuis woont, kan ik me ook wel voorstellen dat het heel heftig is, dat je best wel snapt van, hey, dit moet voor de bredere samenleving en voor de veiligheid. Maar super heftig. Kan het niet ook echt een beperking zijn? Of als je met z'n zessen in één kamer woont, bij wijze van, dat komt ook voor. Super heftig. Ik zat vorige week toen al die vlaggen uithingen. Mm-hmm. Toen dacht ik nog van, nou ja, echt serieus. Je zult vorig jaar, was het vorig jaar of het jaar daarvoor, je diploma gehaald hebben. Ik weet nog steeds hoe gaaf mijn... Ik heb eerst de HAVO gedaan en toen VWO, dus ik had 2 keer feest. Maar ik weet nog steeds hoe gaaf dat was. En ja. Als je dat wordt ontnomen, ja, die herinnering draag ik mijn hele leven mee. En sommigen is die herinnering ontnomen. Dat is echt heel verdrietig. En als we dit najaar weer in lockdown gaan, misschien. Zit dat erin? Gaan we weer in lockdown, denk je? Ik hoor hier sowieso's in de zaal. Nou, twee dingen. Drie opmerkingen. 1, minister Kuipers heeft aangegeven, het valt niet uit te sluiten. 2, ik denk dat het heel moeilijk is, want de samenleving staat echt op een ander punt qua mentale bereidheid en mogelijkheid om dat aan te kunnen. Dus daarmee zeg ik voorzichtig, ja, dat zal een stuk moeilijker zijn om dat met z'n allen mee te maken en te verhapstukken dan 2 jaar geleden. Dus dan zeg je eigenlijk, net zei je namelijk van, voor de algemene samenleving, oké, ik ga me wel aan die avondklok houden. Dat deden we toen, maar dat je nu eigenlijk zegt, als we dan nu weer zo'n avondklok in zouden moeten stellen, ja, dat mensen dat eigenlijk niet meer kunnen. Ik denk dat moeilijker is om dat te verwerken met z'n allen. Ja. En 3... gelukkig zijn we natuurlijk allemaal veel gevaccineerd enzovoort enzovoort. Heel veel mensen. En ook hier is het weer.
Je kunt zeggen, ja, overheid, fix het even allemaal voor me. Maar al die sectoren, de horeca enzovoort, de bouw... Ja, die zullen, als ze eventjes iets langer nadenken, zullen ze meteen zien... ik heb zo'n groot belang dat ik mijn eigen medewerkers... dat ze niet ziek worden in deze krappe arbeidsmarkt. Want anders is mijn bedrijf naar de gallemiezen. Dus dat is ook de reden waarom wij al die sectoren vragen... maak nou je eigen plan, stel nou je eigen regels op... want het is in het groot belang voor jezelf... En kijk niet alleen naar de overheid, maar onderneem daar ook zelf maximaal alle stappen die je kunt zetten om je eigen bedrijfsvoering overeind te houden. We gaan op een najaar afkoersen, misschien weer met beperkingen van vrijheid. En jullie houden je natuurlijk vanuit wat jullie doen heel veel bezig met vrijheid en veiligheid ook. Zijn er nog laatste vragen op dit moment voordat we misschien gaan afronden? Is er een laatste vraag? Ik zou nog één ding willen zeggen tegen die mevrouw achterin met het hoofddoekje. Want het gesprek heeft me over toch... Over het hoofddoekje. Ja. En even net COVID. Weet je, ik nogmaals zeggen, ik vind het echt heel goed dat je die vraag hebt gesteld. En het antwoord is ook zo lastig. Omdat het een dilemma is. En vrijheid kan ook een dilemma zijn. Ik zal hem nog één slag specifieker maken hoe moeilijk het soms kan zijn op een ander onderwerp. Vaccineren. Als de mensen bij ons op uitzending gaan, kan het zelfs zo zijn over het ontnemen van vrijheid... Dat ze verplicht worden gevaccineerd te zijn. Er zijn hele specifieke regels op, maar dat gaat dus best wel ver. En dat heeft ermee te maken dat op het moment dat jij met een team naar het buitenland gaat... waar geen zorg is, onvoldoende zorg is... waar je andere collega's in gevaar kunt brengen op het moment dat je niet gevaccineerd bent... Ja, dat gaat heel erg ver. Daar hebben we ook best wel stevige discussies over. Maar de krijgsmacht is... een bijzondere organisatie met een hele bijzondere opdracht. En als het dus gaat over voor de vrijheid strijden... kan het zelfs zo zijn dat om dat voor elkaar te krijgen... soms dus zelfs, als je hem heel principieel maakt... een vrijheid ontnomen wordt om onderdeel te zijn van die opdracht. Dus ik wil eigenlijk nogmaals dankjewel zeggen tegen jou dat je die vraag stelde. Want het blijft bij mij ook... En dat vooral dat gesprek voeren en het dilemma dat erkennen is heel belangrijk. Wil je daar nog op reageren? Kees, die komt er nu aan. Ja, want als er inderdaad nog even iets gezegd wordt... dan mag er ook nog wel even een keer op gereageerd worden. Moet ik opstaan? Ja, sta maar op, graag. Dank je. Nou, u praat over een hoofddoek... en dan gaat u zeggen dat je soms wel de keuze hebt en soms niet. Maar dat slaat eigenlijk niks op mijn vraag. Want ik heb het er net over defensie, want het ging eigenlijk over vrijheid. Maar toen heeft u gepromoot over defensie, terwijl ook geen plek is. En dan zegt u weer dat er te veel vacatures open zijn. Dus ja, ik snap het eigenlijk ook helemaal niet meer. Want aan de ene kant zegt u dat we niet met een hoofddoek naar defensie mogen. Maar aan de andere kant zeg je van ja, maar iedereen heeft vrijheid in Nederland. Volgens mij moet u wel, niet gemeen bedoeld hoor, gewoon met respect, beter goed voorbereiden voordat u naar zo'n interview komt. Ik denk dat we inderdaad klaar zijn met dit deelgesprek. Ja, dankjewel voor de reactie hier nog op. We gaan hem afronden hier. We gaan hier in de zaal nog verder blijven om laatste dingen tegen elkaar te zeggen. En hierover verder te praten. Ik wil heel graag, voordat ik nog even één iemand naar voren haal... het V-fonds, het VSB-fonds, de MBO-raad bedanken. Ik wil jullie vandaag... bedanken dat jullie hier vandaag waren. Ontzettend fijn dat jullie voorbereid kwamen met jullie vragen. En ontzettend fijn dat de staatssecretaris van Defensie, Christophe van der Maat, hier was vandaag. En dan wil ik graag Django nog even naar voren vragen namens de studentenraad. Django. Ja. Django, ja, Kees komt nog heel even met de microfoon naar je toe. Kom maar voor je. Ja, dat is... Wij willen u namens de studenten van Zadkine en namens Zadkine bedanken. Iets voor bij de koffie. En er mag wel even voor geapplaudisseerd worden, ook voor jullie zelf. Super bedankt. En nog één opmerking over vrijheid. Ik hoop niet dat dit meer is dan €50, want dan heb ik niet de vrijheid om het aan te nemen. Dus dan moet die meteen weer worden ingeleverd. 49,55. Nee. Kijk, want politici zijn aan regels gebonden. Maar dankjewel en ik hoop velen van jullie nog bij Defensie te zien. Dankjewel. Hartstikke fijn, dankjewel.